Fabio Jaakse uit Heukelum blijft in ieder geval tot morgen nog in coma. De wielrenner raakte gisteren zwaar gewond na een crash tijdens de Ronde van Polen. Goedenavond en verder. Milieucontroles met behulp van een drone. Arnhem en omgeving gebruikt ze als eerste in Gelderland. Met beelden vanuit de lucht hebben toezichthouders beter zicht op misstanden. Je kunt op punten komen waar je met te voet niet kan komen. En Edenaren zetten zich met een crowdfundingsactie in voor de ernstig zieke Eva. Mijn dochter ligt inderdaad 24/7 op bed in een prikkelarme ruimte. Wielrenner Fabio Jakobsen uit Heukelum blijft in ieder geval tot morgen nog in coma. Zo hebben artsen vandaag besloten. Jakobsen kwam gisteren zwaar ten val in de massasprint van de eerste etappe van de Ronde van Polen. Hier gaat het gistermiddag helemaal mis. Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen strijden in volle vaart om de dagzegen, maar het loopt verschrikkelijk af. Fabio Jakobsen belandt in de dranghekken. Volgens de rondearts heeft Jakobsen bij zijn val onder meer zijn gehemelte en luchtpijp verbrijzeld. Hij wordt in een kunstmatig coma gehouden. In Heukelum, het geboortedorp van Jakobsen, komt het nieuws van de valpartij hard aan. Inwoners zijn betrokken bij de familie. De opa, de oma, de neef die hier ook nog wonen. Ze zeggen dat het voelt alsof een eigen zoon iets overkomt. Jakobsen onderging afgelopen nacht een 5 uur durende operatie. Volgens de artsen is er geen sprake van hersenletsel. Ademen gaat wel moeizaam vanwege het letsel aan zijn borst. Na de valpartij van Fabio Jakobsen ging gisteren meteen de beschuldigende vinger naar Dylan Groenewegen. Hij zou Jakobsen de hekken ingereden hebben. Oud-wielrenner Henk Lubberding uit Voorst heeft geen goed woord over voor het optreden van Groenewegen. Ja, dit is natuurlijk heftig gedrag. Ja, dus ik ben benieuwd, echt benieuwd hoe ze dit, hoe ze dit gaan straffen. Daar ben ik echt benieuwd naar. Ik kan wel zeggen zus of zo, maar ja, dit jaar sowieso niet koersen. Lubberding maakte een crash mee in zijn tijd als wielrenner in 1983. Het achtervolgt hem tot op de dag van vandaag. Dat schrikbeeld dreigt ook voor de schlemiel van gisteren, Groenewegen. Ja, dat heeft een heel grote invloed op zijn carrière. Moedwillig, ja, doe je iemand de deur dicht. Ja, en dan nu met dit soort gevolgen. Ja, die jongen die is misschien... laten we allemaal hopen dat het allemaal goed gaat. Dat hij nog weer op niveau op een fiets komt. Maar hij vecht nu voor zijn leven. Niet alles valt te schuiven op het konto van Groenewegen. De veiligheid van de hekken, finish op een afdaling met hoge snelheden en de genomen maatregelen door de organisatie staan ook ter discussie. Ja, daar wordt nu bij de finish straks over nagedacht. Kunnen we die hekken nog veiliger maken? Ja. Kijk, of er zaten poorten aan, die hebben ze nu weggewerkt door die platen erop. Ja. Alleen, ja, er zitten nog, die borden moeten eraan, dus er zit een kleine ruimte tussen. Nou, dat heeft precies zo gepast. Ja, dat gebeurt misschien never nooit weer. Nee. Maar hoe kun je dat nog meer afsluiten? Ongelukkige samenloop van omstandigheden eigenlijk. Ja, maar dat neemt niet weg dat Dylan natuurlijk van alle kant fout is. Dat is ten koste van alles. Dylan Groenewegen liet via Twitter weten het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd en zegt constant aan Fabio Jakobsen te denken. Als eerste omgevingsdienst in Gelderland gaat de omgevingsdienst regio Arnhem aan de slag met drones. Zo kan er beter en sneller inzicht gekregen worden in situaties waarbij de milieu- en bouwregelgeving wordt overtreden. Zaken die vanaf de grond moeilijk te zien zijn, kunnen zo toch in beeld gebracht worden. De afgelopen tijd zijn toezichthouders opgeleid als dronepiloot. Voorheen werden controles vanuit de lucht met helikopters en vliegtuigen gedaan. Met de inzet van drones kan er nog beter gecontroleerd worden. Onder meer op grondverzet, slootdempingen en illegale bebouwingen in het buitengebied van gemeentes. En nu kunnen we veel efficiënter, sneller naar locaties gaan om direct toezicht te gaan houden als een toezichthouder dat wenst. Vanuit de lucht kunnen we een beter overzicht krijgen van de situaties op bepaalde locaties. Je kunt op punten komen waar je met te voet niet kan komen. De toezichthouders voeren voor 10 gemeenten in de regio Arnhem en de provincie Gelderland milieucontroles uit. De dronecontroles zijn aan strenge regels gebonden. Zo mag een recreant tot 100 meter hoogte vliegen. De omgevingsdienst niet hoger dan 50 meter. De omgevingsdienst regio Arnhem heeft een privacybeleid opgesteld waaraan wij moeten voldoen, ook tijdens het vliegen.
De inzet van drones biedt ook kansen voor extra toepassingen en nieuwe controles. Je zou ook kunnen denken aan dat we bij zo'n bedrijf als hierachter eens een keer door de afgassen heen vliegen met bepaalde meetmiddelen onder de drone om te bepalen wat ze uitstoten. De bijaardier horen we regelmatig spelen in Gelderland, maar zien? In Lochem gaat dat veranderen, dat straks. De politie heeft nog eens twee jongens aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de reeks branden in Zutphen. Afgelopen zondag werd er vroeg in de ochtend op 5 plekken brand gesticht. Maandag hield de politie al een jongen van 16 jaar aan. En vandaag zijn daar 2 17-jarige jongens bijgekomen. Bij de branden gingen een fiets, motor en 3 containers in vlammen op. De politie denkt nu alle verdachten te hebben gevonden. Een automobilist heeft vanmiddag een verkeersregelaar aangereden in Wezep. De bestuurder is daarna doorgereden. De aanrijding gebeurde rond 12:30. De politie is op zoek naar een rode of bruine cabriolet met daarin 2 personen. Hun leeftijd ligt tussen de 55 en 70 jaar. De automobilist zou boos zijn geweest en de verkeersregelaar hebben uitgescholden. Daarna volgde de aanrijding. Ook de waterschappen moeten maatregelen treffen nu een hittegolf Gelderland in zijn greep neemt. Zo zijn medewerkers van waterschap Rijn en IJssel sinds vanochtend vroeg bezig om met brandslangen bruggen te koelen, zoals hier bij Laag-Keppel. Het moet voorkomen dat het wegdek door de hoge temperaturen zo ver uitzet dat de bruggen niet meer open kunnen en de scheepvaart vastloopt. Verkeer moet rekening houden met wat vertraging. Scheepvaart is heel erg. Die moeten toch al eventjes wachten voordat de brug open is. Het wegverkeer, ja, dat moet wat langzamer over de brug heen rijden. Waarom? Het is glad en nat en daar zijn ze nu niet op bedacht. Maar dat hebben we wel met borden aangegeven natuurlijk. Inwoners van de Edese wijk Enka komen in actie voor de 18-jarige Eva. Eva is ernstig ziek en kan alleen door een arts in Barcelona geopereerd worden. En die operatie wordt niet vergoed door de zorgverzekering. En dus helpen buren de ouders van Eva met het bij elkaar brengen van €125.000. Gisteravond werden er in de wijk flyers in de bus gedaan om zoveel mogelijk mensen op te roepen om de actie te steunen. Eva leidt aan CCI-AAI, een aandoening waarbij de hersenstam in verdrukking komt door instabiele nekwervels. Ze kan daardoor vrijwel niks meer. Ja, mijn dochter ligt inderdaad 24/7 op bed in een prikkelarme ruimte, waardoor de ramen gesloten zijn vanwege licht. Nou, we proberen ook alles te dempen qua geluid in huis, ja, en geuren. Ook al die prikkels kan Eva niet verdragen. Buren en vrienden hebben de stichting Geef Eva Toekomst opgericht om via crowdfunding geld op te halen voor de operatie. We hebben nagedacht over wat is er nou voor nodig om mensen te raken zodanig dat ze zich kunnen identificeren met Eva en haar bestaan of eigenlijk haar niet bestaan. En hoe belangrijk het voor Eva is om die operatie te hebben. Er is een website gemaakt en er worden dus in de buurt flyers in de bus gedaan om mensen te vragen geld te doneren. In iets meer dan een dag is er al zo'n €50.000 opgehaald. Volgens crowdfundingsdeskundige Ronald Kleverlaan zijn er bij dit soort campagnes een paar zaken belangrijk om de actie te laten slagen. Dat begint eigenlijk bij het heel persoonlijk maken. Dus wie is de persoon waar het om gaat? Daarbij dus ook het doel. Waar is dat geld dus voor nodig? Heel concreet maken. Dus hoeveel geld is er nodig? Dus een concreet doelbedrag. Waar gaat het voor gebruikt worden? Wanneer gaat het gebruikt worden? Dat is dus heel belangrijk. Als de €125.000 bijeen is, kan Eva in september geopereerd worden. Het is de trots van de Ettense gemeenschap, de Sint-Martinuskerk aan de Dorpstraat. Maar de bijna 100 jaar oude kerk was toe aan een flinke opfrisbeurt. De glas- en loodramen in ere herstellen is het meest in het oog springende onderdeel. En vandaag werd het eerste deel daarvan afgerond. Met uiterste precisie wordt het glas vakkundig bijgewerkt. Een tijdrovend klusje. Klus voor mij en qua tijd, ja, tijd is eigenlijk mijn grootste vijand. Met de restauratie is een hoop geld gemoeid. Dat is verzameld door giften en subsidies. Onder meer de provincie Gelderland droeg €370.000 bij aan het project. Voor de kerk en het dorp was de restauratie van belang. Omdat ze eruit vallen en als ze daar compleet uitvallen, ja, dan is het daar moeilijk meer met het huidige glas te herstellen.
Al in 2012 werden de eerste plannen voor de restauratie uitgerold. Daarbij werd expliciet gekozen voor restauratie. Het is technisch noodzakelijk. Dat is natuurlijk punt 1. En het blijft een kerkdorp hier. En dan is de kerk ook belangrijk. De ramen zien er nu dus weer prachtig uit. Een groot verschil dus met voorheen. Uiteraard komt er iets meer licht erbij. Het glas is uiteraard aan de buitenkant en aan de binnenkant schoongemaakt. En de glazenier is tevreden. Ik ben er blij mee. Ja, zeker. De Bijaardier brengt in veel Gelderse steden sfeer. U hoort hem wellicht regelmatig, maar u ziet hem bijna nooit. In Lochem gaat dat veranderen. Daar worden namelijk camera's en een televisie geïnstalleerd, zodat iedereen de Bijaardier ook kan zien. Slechts een handjevol mensen weet hoe het er hierboven in de toren uitziet. Het is de werkplek van de Bijaardier. Vandaag speelt gastbijaardier Jan Bezuijen. Na de zomer is niet alleen de Bijaardier te horen, nee, hij is straks ook te zien. Ja, nou, dan hebben we hier achter het beeldscherm, eventjes. En dit moet hem dan worden. Volgens de stichting is dit erg belangrijk. Bevorderen van de bijaardcultuur. Nou, ik zei, een heleboel mensen weten niet dat er een bijaardier zit. We horen dat muziekje, maar... En dan hoop je dat je meer belangstelling krijgt. Maar voor het zover is, moet een technicus vandaag heel wat traptreden lopen om kabels te trekken. Hij doet dat niet voor niets, want de marktbezoekers, die zien het wel zitten. Oh, dat vind ik wel een leuk idee, ja. Ik kan er boven klauteren, maar daar heb ik nog niet zoveel zin in. Dan kan je ook zien wat hij doet en hoe hij dat... Ja, lijkt me wel interessant. Ja, leuk. Als je minder kunt lopen en trap lopen, lijkt het me wel leuk om eens te kijken hoe het boven is. De vaste bijaardier speelt zowel in Lochem als in Rijssen. In die laatste Twentse plaats is hij al op een scherm te zien. Nou, in Rijssen maken ze ruzie waar het beeldscherm mag staan. Dus ik speel altijd op marktdagen. Dus elke marktkoopman wil graag dat ik het scherm bij zijn kraam neerzet. Dus ja, het gaat daar heel goed. Ja, en omdat de toren toch voor weinig mensen toegankelijk is, is dit de oplossing. De komende periode wordt er proef gedraaid. En vanaf september kan iedereen de bijaardier horen en zien spelen. Nou, makkelijk is het natuurlijk ook niet. Op deze tropische dagen is het natuurlijk wel zo heerlijk om verkoeling te zoeken, zoals hier op het water in Winterswijk. Vanavond blijft het nog lang zeer warm. Vannacht daalt de temperatuur uiteindelijk naar een graad of 16. Morgen dan wordt het opnieuw heet. In de middag ligt de temperatuur bij veel zon ruim boven 30 graden. De maxima komen uit rond 34 graden en er waait een zwakke oostenwind. Na morgen blijft het tropisch heet. De temperatuur die loopt in de middag op tot tegen de 35 graden. In de nachten is er weinig verkoeling met minima die in de steden boven 20 graden blijven. Neerslag wordt er voorlopig niet verwacht. Zondag dan is er officieel sprake van een hittegolf. Tot zover deze uitzending. Zometeen is de persconferentie van premier Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge live te volgen op gld.nl en op onze social media kanalen. Mooie avond verder.